Het KNNV, een van de participerende verenigingen in het Natuurhuis, brengt maandagavond als openingsactiviteit een inspiratieavond over natuurfotografie. We gaan met drie enthousiaste Almeloze natuurfotografen eens lekker hebben over natuurfotografie. En we gaan het erover hebben wat ons beweegt, wat wij mooi vinden, waarom we in die natuur fotograferen en waar wij door geïnspireerd zijn. En dat willen we ook laten zien aan de hand van heel veel foto's. En we lopen dezelfde avond ook met 7 mijls lazen door de hele natuurfotografie heen. En laten aan de hand van voorbeelden zien wat je al zo kunt zien en meemaken en doen als het gaat over natuurfotografie. Ja. 3 mensen gaan dat doen. Wie zijn dat? Nou, dat zijn Martijn van Broekhoven, Mirna Jansen en ik. Nou, de natuur aan zich is al mooi als je buiten bent. En zeker als je met fotografie bezig gaat. Dan zie je de dingen die je eigenlijk normaal niet ziet of niet zo gauw ziet. En doordat je daardoor juist wel op zoek en niet op zoek naar bent, dan kom je wel vaak voor hele verrassende dingen te staan die je ziet of fantaseert of die in het dagelijks leven eigenlijk niet stilstaat. En jullie doen dat ook al lang? Nee, we zijn een keer bij elkaar gekomen, een paar keer bij elkaar gekomen, omdat we iets wilden doen met natuurfotografie. En we hebben met elkaar besproken wat dat dan zou zijn. En wij kwamen eigenlijk op van er is één ding wat ons bindt. En dat is dat we alle drie op een heel andere manier, met een heel andere achtergrond, geïnspireerd zijn door de natuur. Wij komen daar steeds mooie dingen in tegen die ons verwonderen. Dat willen we eigenlijk delen. Dat willen we laten zien met onze foto's. Bijvoorbeeld als wij ook gewoon buiten lopen en je hebt de camera op zak. En je ziet wel wat bloemetjes aan de zijkant. Normaal lopen daar straal voorbij en denk je, wat een leuke bloem. Maar als je er nu een foto van probeert te maken en er komt in één keer een bij op een wesp of een insect langs vliegen en die krijg je erop, ja, dan sta je wel even met grote ogen te kijken van, oh, die heb ik toch even mooi vast kunnen leggen op deze gevoelige plaat. Ja. Dan is je dag goed. Dan is mijn dag zeker heel goed, ja. Hoe gaat die cursus eruit zien? Is het 1 avond? Nou, het is niet echt een cursus. Het zijn 3 avonden. En de eerste avond is eigenlijk een algemene avond, een inspiratieavond. En de tweede avond, die gaat over macrofotografie. En de derde over landschapsfotografie. Belangstellenden, welkom volgens de coronaregels.